Het is donderdag. We staan in Uiterwaarde in Gameren. Op dit moment kunnen we hier nog lekker vrij wandelen, maar dat zal niet zo lang meer duren, denk ik. Want achter ons buldert eigenlijk het water de Uiterwaarde in. En ik denk dat het een kwestie van een paar uur is of hier gaat ook alles onderstromen. Inmiddels is ook bekend dat de piek van het hoge water hier op maandag of dinsdag zal zijn. En dan zal het weer langzamerhand af gaan nemen. Ja, we zijn inmiddels in Zuilichem. We zien achter ons dat ook hier de polder langzaam begint vol te stromen. Gelukkig zijn alle dieren inmiddels weggehaald, dus dat gaat geen problemen geven. En ik denk dat het hier binnen 2 dagen ook helemaal onder water zal staan. Ja, en de scheepvaart die heeft nog heel weinig hinder van het hoge water. De schepen die stroomafwaarts gaan, die hebben zelfs een behoorlijk voordeeltje, want die kunnen veel en veel sneller varen. Schepen die in de omgekeerde richting gaan, richting Zaltbommel-Nijmegen, die moeten een behoorlijk wat meer krachten gebruiken om tegen de stroom in te komen. Dus die zullen ook best een beetje langer over een reis doen. Maar vooralsnog weinig problemen dus voor de scheepvaart.